Hi, ik ben Dave en vandaag heb ik hoofdinspecteur Gentle weer bij me. We waren nog niet klaar met die spantorie, dus uh, 2.0 is vandaag. Let's talk. Uit Paramaribo, Suriname. Dit is de Dave Podcast. Met Dave van Aarde. Meneer Gentle het Brad. Ik wil lekker ben blij om je weer in de studio te hebben. Ja, yeah, man. De yeah. laatste keer hebben we zo lekker gebabbeld, dus ik dacht, mm, Attori is nog bij het. Eh. Ah, op uh, een gegeven moment, wat is ma, je review, <laughs> <laughs> reviewen, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. maar takboy. Dus doe her. Ja, maar eigenlijk was het de bedoeling dat we twee uur zouden praten, maar. Ah, oké, okay, okay. Je weet toch, soms moet je eventjes recappen en dan ga je yeah, weer verder. Ja, yeah, inderdaad, inderdaad. Ik was wel één ding vergeten de vorige keer om je te vragen. Ah. Maar, ja. Het is algemeen bekend dat je Shata heet op straat. Ja, ah, dus eigenlijk is het. Hoe zit dat? Ik dat het op je maar... Want Shota is eigenlijk meer een uh... <laughs> gangster. <laughs> ja, in principe wel. Maar in dat context heb je een hele andere benadering. Eh. Recht, recht door zee. Oké. Ik ook geen recht door zee. Si, direct aanpakken. Nee, nee, no, nee. No, 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 no. Dus eigenlijk, uh, als Shota komt, is jong agent toch? Dus mm -hmm. dan, so, eh ja jong weet moet toch passer opleiding, uploading. Dat ben een beetje impulsief toch. Vooral ter moment belleg je uit dat na god volgt de politie en zo. So. Ja. Yeah. Dat is daar mo yarten. Mina van mm -hmm. Ding de boy in asela huisko guna ko guna aning. A tramande mo becar kama Boslong. Boslong. Ah. Oké. Okay. En alater mo koki man kama ko shata. Maar werd je toen in het cellenhuis zo Of was het het cellenhuis van die post Ja, het was het cellenhuis van het station. Ah, oké. haven En eigenlijk als hij Als hij een WD... heb je ben ik... was een stukje gezetter. Je bent nog groen, oké. Ja, ik ben nog groen. Ik had al mijn poën bij Biggie, ook mijn coaching. Maar ik kan nu ook thai box Ik ben weightlifting. isabi dus... Dat is een combinatie van dat alles. Of wegsport zo

Weter dokter... weter we we lodo kopo, yes, yeah. dan attack ibere tak fa. Oh ya, betul tu loko papa di story yang mas doro te seto. <hesitation> belum sadar ifa, lodo mai watak do ni maruaka dorosi, andara kelek. dah, so asandi, nah, apa kepe ment? Nah, otai gede mah ...abunus Awara tu wiki, fight night, suka moro besta fighter. Ekteh, uh, ah, dema dema biget train, ma sering biget train tu, <laughs> dong make saturday night fight night. Nah, <laughs> apa kifah mendang asani kode air mimi ni ibabi referee ina oso de bed bet bisi abara de mai bet es dah apa kifah fanfanet in komat under mana yang berikan na ala neti mena de boye challenge es dah el kafal itu dat tu yari langa mimi ongkos lah box kampion. Ini salah, ini salah. Ini memang kunang awan ini, ini memang gimana yang

Aan tafel ben je altijd... Had je een paar Ja, man. door er <laughs> <laughs> Ja, man. Ja, man. Orsi. Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, young Boy Teng heb je net gezegd. Ik heb begrepen uh, je komt uit Wageningen. Ai, ik ben... Maar hoe ben je tot hier beland? Want wagening no, des... Wageningen heeft drie mensen. Heb je ook weer daar... Ja, je ik Normaal, Wageningen ben je in een prime Maar het dan dat geboren naar Wageningen. Om exact te zijn... TWDD2. Dat ben je naar Tapasi. Uh -huh. uh, vroeger had je een ophaalbrug daar. Ja, yeah, die de ene met dat ding, de... ding daar aan bo de bovenkant zo, so, toch? Uh, nee. Dus de IPSA komt vanuit middenstand. Mm -hmm. Dan, um, zeg maar, Wageningen is op rechts. Mm -hmm. Daar is er brug. Dan moeten we elkaar brug noemen op je heuvel. Oké. Okay. Maar vroeger was er een oude brug daar. En dan brug je dat bij Oppo. Dat is de ponton bij Psagona SML naar Bakasi. En drape achter een kleine nederzetting. Hm mm hm. Vraag me niet waarvoor TW stond, maar. De kwituur dat ik hoor uh, nummer 2 is. Oké, oké, oké. So community. Misschien 25 gezinnen of zo. En dan dat je wat dingen dorp schrijft, dan kan zeggen. Maar wat doen doe er eigenlijk dan?

Oh, dat was wel een leuke tijd. Je ja, maar Oostfeest, is nou, de we bij de topranking naar nou, Wageningen. Alles maar bij haar kwam en, en hoe oud was je toen je naar de stad kwam? Um, ik was, ik uh, dacht 18 of 19. Mm -hmm. Dus vanuit Wageningen. Mijn vader werkte bij SML. Mm -hmm. En mijn moeder was huismoeder. Toen, ik dacht, ik heb het, verhaal gev ik heb het gevraagd aan mijn vader. Hoor. Hij was volgens mij 19 jaar toen hij bij SML ging werken. Maar hij heeft hij dan gelijk een lening genomen om een huis te kopen. Hij heeft het persoonlijk van zijn zus gekocht. Mm -hmm. heeft hij heeft daarop een huis gebouwd. Maar we hebben zelfs niet in dat huis gewoond direct. Dus hij wilde, hij wilde zijn eigen bedrijf starten. Mm -hmm. Dus heeft hij toen dat huis gebouwd. Afgelost. Uh, heeft hij het verhuurd. Alleen dat hij wat meer geld bij mee kon krijgen. En toen ik uh, zeven jaar oud werd. Toen zijn we verhuisd dingen Wageningen naar Nikeri. Nu Nikeri. Oké, okay, oké. Okay, dus je, bouw, en... je bent niet direct van klein naar heel groot gegaan. Je bent no, naar no, Nikeri no, 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 gegaan No, no. Om te no. en um, En Nikeri, uh, vanaf ik zeven was tot en met 19 jaar. Uh, 18 jaar, 19 jaar middelbare school gedaan. Toen had mijn vader uiteindelijk misschien nog, op het erf bij ons vier bedrijven. Oh, maar in Nikeri zelf? Ja. Ah, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus een bandenzaak, een las en constructie. een Uddukzaak met een spuitkamer en een monteurszaak. Ja, oh, maar alleen. Ah, Jani voelt best spannend. <laughs> maar dat je ook veel auto -raken auto's, raken. Auto's, auto's, <laughs> nou, nou, er waren veel auto's. niet Echt auto raken, veel auto's. Um, maar ik weet dat ze een in de buurt komen wonen. Ja, dat is altijd een en al druk te drapen. Bij ons is het constant. Compressor draait, Sanne komt daar. Maar ik heb toch wel kunnen studeren. Iedereen tenminste. Alles maar trouwens Sanne. Alles maar hoeveel broers en zo heb je? Ik ben de oudste. Ik heb een broertje na is bij de brandweer. Dan heb ik een zusje. zoals is bij de douane. En dan heb ik een laatste zusje. Zij is... Lindleger. Nee, no, 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 no. Zij is uh, leerkracht. Ze doet uh, wiskunde, scheikunde en natuurkunde. Oké, okay, oké. Okay. Als ze ah. in het leger was, dan dat wel makkelijk. No, nee, nee, nee. Dat En was je eerst in de school gegaan en toen naar ADEC gegaan? Of ben je no. eerst naar ADEC gegaan? Oh, uh -uh. eigenlijk was eigenlijk een vriendelijke combinatie. Zij heeft ook met school toe, Dave. Ah, vertel. Een um, avond. Mijn broer en ik hebben een project na.

half drie moest doen, want hij moest een klare roko. Had hij gevoel dat hij zijn helm op zijn hoofd had. helm bij de bakkasie ergens, uh, kussen we in de straat. Of na gemeen en langs sap moro, en brems na gaat de keel. Oké. Okay. Maar hij legde me uit, ah, brom na mi brom. Yeah. moto na zo'n project, na uh, Rulis Lighting, na Osomego Angry Ekirmi.

des adilat mi tagi nang mantaki e mo ko baka mo transko <laughs> ah ini sana kamu men dati lang mi solicitor ma exact exact ta geleker tet n op en in the uploading mm -hmm. en op adek er is one ah er de state exam bi meki na center na mi mek exam kole kami bi abuang ari well, dela ku ya understanding nang ademang dang mi bego mek mi exam na adek apis na to Mamaniya, Gewoon hoor, ik wil gewoon weten hoe het zit. Uh, uh -huh. je, je bent dan, als je uh, universiteit hebt gedaan, kom je direct binnen als inspecteur? Of, nee, 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 nee. Of heb je meer kans om het te horen? Hoe zit dat precies? Uh, nou, dus kijk. Uh, die, het is gek. Het is eigenlijk gek. Die minimale vereisten om binnen te komen, uh -huh. is Milou. Juist. Yes. Oké, okay, ik ben naar binnen gegaan met een middelbare opleiding. Uh -huh. Maar zoals ik eerder zei, um, ik was ook bezig op ADEC. Juist. Yes. Uh, Kom je in die organisatie met een HBO, universitair, noem maar op, dan zul je altijd vanaf het begin moeten beginnen. Oh, toch wel? Tenzij ten die organisatie een sollicitatie dat er doet uitgaan dat ze mannen zoeken op het niveau van onderofficier met die kwalificatie. Of officier met die kwalificatie is. Yes. Wat wij in 2013 hebben gedaan, yes. Raoul en ik, en nog uh, 15 andere mannen. Was dat die organisatie uitkeek naar HBO en universitaire studenten. Um, en dan hebben ze voor ons mm -hmm. een verticale doorstroommogelijkheid gecreëerd. En voor de mensen die buiten die organisatie kwamen, was, was het een horizontale instroom. Ah, okay. Dus hebben ze one één klas, Moxie, to plus Borgo, hebben we maar één klas. En dan hebben ze toen die inspecteursopleiding gedaan. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En. Uh... Gewoon heel wat anders, omdat je praat, je hebt Hellings' naam net genoemd, uh -huh. dus daar komt het direct in mijn hoofd ineens. Ik heb wel vroeger was het zo dat als je een klein, al was het een kleine bumper collision, één kleine aanrijding, dat je heel verkeerd moest stoppen en wacht is, to die scout die ziet dat die. En een vogeltje heeft in mijn oor dat jullie degene zijn die die regel hebben laten wezen, dus, Dat je nu wat makkelijker, ja. dus gewoon ja. foto's maakt en verder gaat. Hoe zit die eigenlijk Boy, dus eigenlijk na het afronden van die inspecteursopleiding dat is maar bij hype Ja, ja. En um, wij zijn altijd mensen geweest van performen. Mm -hmm. We moeten gewoon. Dus dat is maar jongens, ik denk dat jullie... We zaten bij beleidsvoorbereiding en beheer. Dat is maar tegenwoordig... Hé, hey, jullie, jullie zijn crème de la crème. Jullie moeten iets gaan bedenken... Mm -hmm. dat die, die andere die we hebben... En, en die problemen die we hebben in het veld worden weggewerkt. Mm -hmm. Dus toen hebben we ook gekeken naar zaken die oneigenlijke taken waren als zodanig voor de politie. En uh, aanreding met brekschade was daar één van. Yeah. Uh, dus toen om een beleidsdocument, waarin we dus hebben aangegeven dat onder andere aanredingen ervoor zorgen dat um, je als het ware een beetje inefficiënt bezig bent. Eén pro, drie, vier mannen, ik wil ook wel Terwijl er dus simultaan misschien een beroving daar plaatsvindt. Of wat mm, Dus mm. laten we dat ding zodanig in elkaar gaan zetten. dat die taken. die niet tot, het, uh, tot de core business van de politie behoren. Um, ook worden afgestoten. Als dan binnen een heer. Jugu, jugu, in een organisatie van. ja, we hebben het al jaren gedaan. en noem maar op. Maar dat plan op zich. Um, hield zoveel in. dat. Uh, de schade zou worden afgewikkeld tussen de partijen die bij betrokken waren. Ja. Yeah. Onder de voorwaarde dat er een entiteit in het leven zou worden geroepen. door de verzekeringsmaatschappijen um, om als het ware het, de taken of de werkzaamheden van de politie uh, over te nemen. zeggen. Ja, maar het had een, een tweeledig karakter. Mm -hmm. Omdat uh, wij ook hadden, we hadden ook een ander plan geschreven. De instroom, doorstroom en uitstroom van politiemensen. Mm -hmm. En wat blijkt, doordat die uitstroom vastzit, die doorstroom vastzit en die instroom ook niet kan komen. Of, of zou die instroom überhaupt komen? Yeah. Die doorstroom is een probleem, omdat die mannen die de leeftijd van 60 hebben bereikt, altijd zo moeilijk uit die organisatie gingen. Yeah. Omdat ze ook niet wisten wat ze te wachten stond wanneer ze dus niet meer in die zouden zijn. Ik ja, so je weet dat je, je met pensioen gaat. Ja, <laughs> ja, sowieso. Maar <laughs> yes, het komt erop neer dat we dus een... een, een mogelijkheid wilden dus creëren voor... politiepersoneel. Dus mm -hmm. een politiepersoneel. Of je nou know, met pensioen gaat of een pensioen. Dat ze ook zouden kunnen solliciteren... naar die, naar die entiteit. Mm -hmm. Om aanrijding en dat soort dingen te gaan oh, onderzoeken. So, yeah, yeah. Dus dat is een beetje een tweeledig karakter. Maar... ik dacht dat onder minister... welzijn ze uh, Dus so die maatregelen hebben doorgevoerd van blikschaderegeling. Mm -hmm. Maar niet zoals hij op papier stond. Okay. Die verzekeringsmaatschappijen die waren niet bereid om, 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 om de koppen bij elkaar te steken. Om een entiteit in het leven te roepen die dus, uh, die taken zou gaan overnemen. We hadden ook kunnen voorzien States, dat het voor, dat vooral aan het begin voor fricties zou gaan zorgen. Mm -hmm. Vooral als partijen het niet eens zijn bij die aanreding en noem maar op. Maar de man doet gewoon zijn man bediend, <laughs> Dus uh. jullie hebben het wel. Uh, het is een beetje geïmplementeerd zoals jullie ja, een klein maar beetje. Maar het helpt tenminste wel, want vroeger was ja. het. Toen ben ik een paar nachten in Het, uh... het, het zou beter, zo beter hebben gewerkt als ze dus dat hele document, tenminste die, dat tenminste dat beleidsdocument, uh, goed hadden doorgenomen. Mm -hmm. En zo hadden uitgevoerd uh, zoals het. Uh, op papier uh, was stond geschreven, dus ja. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En zijn er nog meer dingen die jullie toevallig hebben gewijzigd daar, zo, waarvan men niet bekend is? We hebben een aantal dingen gedaan hoor, zo mm -hmm. uh, so uit um, dus uh, het hoef. Instru doorstroom, dus HRM-aangelegenheden. Het verhogen van de inkomsten van die organisatie. Uh, op allerlei gebieden. Um, er zijn een paar dingen waar ik dus op dit moment geen geen uh, rugbaarheid aan kan geven. Ja, maar er zijn ja. een aantal taken die de politie uitvoert. Het zijn een aantal dienstverleningen en dergelijke... die de politie uitvoert. Uh, waarop we gezegd van... Uh, we gaan die bedragen, uh, zeg maar, uh, actualiseren. Okay. Uh, conform de, de huidige omstandigheden. En dat heeft gemaakt dat we nu als politieorganisatie... Uh, vanaf, vanaf de tijd van Prado... dat we zelf voorzienend kunnen zijn. Dat we niet uh, afhankelijk zijn van... <coughs> ...als zodanig afhankelijk is... ...hoeveel te zijn van die, die totale overheidsbegroting. Dus uh, rekening houden we met... ...er is een, een begroting. Mm -hmm. Maar als die begroting uitgeput is... ...heb je weer een ander issue. En, en in het verleden... ...hebben we situaties gehad waarbij... ...per korps... ...we tussen de 5.000 en 10.000 SAD kregen... ...om die organisatie uh, draaiende te houden. Maar dat is niet te doen, want... Nee. Uh, inkt, inkt voor KPS alleen komt op, een maand, op maandbasis op 6 ton. Ja maar inkt is duurder ja. dan bloed, dus mensen ja, onderschatten ja. inkt. Het ja. is een hele mooie business eigenlijk. Ai. Maar waarom hebben jullie dan zoveel tegenwerking ervaren als jullie zoveel mooie dingen hebben gebracht? Of dat is wat het leek in de pers altijd hoor. Kijk, ik, ik heb één ding gemerkt en dat is in de afgelopen tijd uh, het, het doet wel zeer hoor om als, als jonge Surinamer uh, bepaalde dingen uh, mee te maken. Mm -hmm. Ook in de rechtszaal, um, de media. Maar iemand heeft me ooit eens gezegd, media, iemand die werkt bij de media, heeft gezegd, wij zijn de vierde macht. Mm -hmm. En we gaan ervoor zorgen dat jullie um, er niet zo makkelijk van afkomen. Dus uh, negatieve publiciteit. Ja, maar waarom? Dat kan... waarom? Omdat, omdat, men, omdat men, vond, men vond dat ze ons een politiek huis moesten geven tijdens de NDP-regering. Mm -hmm. Hebben we een uitnodiging gehad als politieband. Om te gaan participeren. Of tenminste we zijn uitgenodigd door de leiding van de VHP. En een van de eerste dingen. Als iemand je uitnodigt ga je sowieso er naartoe. Yes. Of, je, of, je, of, je, of je RSVP van meneer Kong. Yeah. Maar je gaat luisteren. Want als je uitgenodigd bent dan ga je luisteren. De VHP zat toen in de oppositie. En we zijn gaan luisteren. En uh, we hebben dus aangegeven dat we niet bereid waren. Om die dingen te doen die men van ons verwachtte. Kan je zeggen dat wat ze we van jullie verwachten? Ze verwachten dat we het land zouden <coughs> lam leggen onder de NDP. Ze Precies waar hebben ze het gevraagd. Ja, ja. Aha, dat aha. we stakingen moesten gaan organiseren, dat we het maatschappelijk middenveld moesten gaan bewegen, omdat het niet goed ging. Toen hebben wij gezegd: Sorry, mm -hmm. we zijn wel politieband, ja. maar we zijn nog steeds politieambtenaren. <laughs> <laughs> uh, en de NDP. Is op dit moment het bevoegd gezag. Ja. Wij gaan niet uh, meewerken aan een situatie waarbij we uh, 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 zeg maar het land in een bepaalde positie manoeuvreren, die ons op termijn ook nadelen zou kunnen, zou kunnen uitkomen. En dat is, dat is ons niet in dank afgenomen. Ja, maar de laatste keer zijn jullie wel op straat gegaan. Hoe zit die Ja, doorgaan? kijk, omdat. Ja, ik denk dat ik dat even moet uh, zo gaan beantwoorden. Ja. Wat bleek, nadat we dus antwoord hebben gegeven op die situatie van nee, we gaan hier aan niet meewerken. Toen moest het heten dat Gentle Helens en Atompay mm -hmm. NDP'er waren. <laughs> Als je niet voor bent bij het en, tegen. <laughs> ja, en toen de VHP uiteindelijk die regeermacht kreeg, mm -hmm. toen kregen we het verwijt van de NDP dat we VHP waren. <laughs> snap je? maar dan mijn je kwast altijd sowieso dus, dus <laughs> um, ja het is het is eigenlijk al moeilijk in dit land je wordt, je wordt direct uh, zeg maar een stempel je krijgt direct een kamp yeah. als je niet links brengt dan ben je automatisch rechts uh, de laatste keer zijn we over straat gekomen omdat bleek dat die minister uh, tegen alle gemaakte afspraken in zijn eigen ding deed. Hij heeft, als je je nog kan herinneren, heeft hij een, een overeenkomst met ons getekend mm -hmm. om de volgende dag erop terug te komen. Mama teken? Hij zijn eigen handtekening, ja, ja. Zijn eigen <laughs> handtekening geplaatst. <in de> <laughs> <laughs> hij kan niet zeggen dat hij onder druk was. Want hoe zou de bom onder druk kunnen zetten als hij bevoegd gezagd is? Ja. Om de volgende dag in de media te zeggen, dat heb ik niet gedaan. Mama teken? Thaken, die dus, dus net zo wanneer gewoon een hypotheek afzet. Ja, van een hypotheek. Ja, deilam.. dat, een een man, <laughs> hypotheek maar. maar zo gemakkelijk gaat yeah. het in dit land. Mensen worden niet afgestraft op dit soort dingen. Mm -hmm. Snap je het toch? In het buitenland zou die minister al, al ja, een lang af zijn. Toch? Maar zo gaat het in Suriname. Zo gaat het in dit land. En uiteindelijk uh, hebben we een aantal dingen. We hadden, we hadden we een pakket vanaf 2017 ingediend bij hmm. die werkgever. En uh, toen speelden die issues van, het moest heten dat Gentle Hellings en Atompai. Uh, uh, mensen hadden toegelaten tot de opleiding die daar niet thuis hoorde. Noem maar op. Ah, ja, een soort familie Een was soort familie-familie ding. Ja. En ik denk bij mezelf, oh my god. Here we go again. Snap je? Maar er zijn een aantal issues vanaf 2017 tot op de dag vandaag. Oh, vandaag nog niet, nog niet zijn opgelost. Kijk, nu bijvoorbeeld, yeah. recentelijk, hebben we weer een ALV aangevraagd gekregen. Maar dan nou, doen we zijn even rustig. Omdat we willen niet constant vechten, laten we die man het voordeel van de twijfel geven. Maar bevorderingen bij de politie lopen, we lopen altijd achter. Maar het is pas toch geweest? voor Barbadding. Ja, voor voordat de laatste keer hebben die, die manschappen, mm -hmm. dat zijn mannen met strepen, dus één streep met vier streep, strepen, die hebben wel hun, hun, hun beschikking gehad ja. Maar mijn groep bijvoorbeeld. We zijn hoofdinspecteur. Ja. Maar ik heb mijn laatste bevorderingsresolutie nog niet gehad. En dat is twee jaar terug geweest. Oké. Okay. Dat betekent dat ik twee jaar lang het salaris moet ontberen. Die ik zou moeten hebben om in die rang te zitten. Dat betekent dat in die twee jaar je ook rekening moet houden met koersverschillen en dergelijke. En die, die koers gaat omhoog, prijzen gaan omhoog. Dus eigenlijk koopkracht voor Ammonidati. Schwakke. Dus jullie hebben twee jaar al geen verhoging gehad? Nee, Twee jaar lang dus, wacht ik op mijn bevordering, juist, juist. resolutie van mijn huidige rang. Mm -hmm, mm -hmm. En zo heb je mannen die al met pensioen zijn gegaan, anderen zijn overleden en die nog steeds niet een resolutie kunnen krijgen. <laughs> maar jullie zijn politie, kan je daar niet wat aan doen? Van hey, oh, moet oh, arresteren, ja, brader, dus wat je moet arresteren, je ik, denkt ik niet heb, goed. Ik heb bijvoorbeeld over een, over een, een paar uurtjes een afspraak met de minister van Binnenlandse Zaken omdat, uh, <coughs> om die lijst te geven, weer te overhandigen om te kijken ja. waar het precies spreekt. Maar we zijn al, nu al zeker twee jaar bezig. Is dit diezelfde minister uh, die er nu nog steeds zit? Am 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 Amoxie heet hij volgens mij? Ja, ja. Maar ik heb begrepen dat jullie ook eerder het vertrouwen hebben opgezegd. Ja, we hebben we gedaan. Maar waarom? Omdat, behalve dat deze handtekening Maar <laughs> nee, Behalve die handtekening. Dus kijk, die minister is in de afgelopen tijd onbetrouwbaar <laughs> gebleken, toch? Mm -hmm. Hij heeft een aantal dingen gezegd op politieke podia, in de media, noem maar op. Die heeft de dag van vandaag niet heeft gerealiseerd. Het waren simpele dingen. Oké. Okay. Het waren. Bijvoorbeeld? Zijn een takje. die dingen, de safoer, hoe ja, ja, nee, maar ik, 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 als ja, leek wil ik weten okay. waarom. waarom simpele dat... ding, uh -huh. dingen. Simpele dingen. Interne opleidingen. Ja. Yeah. Als je goed hebt opgeleid, ga je zien dat politiemannen worden bevorderd. Mhm. Mm maar eigenlijk die bevordering die ze, ze krijgen, zou een bevordering moeten zijn na het afronden van een opleiding. Maar door het, het, het achterhouden van die mannen, ja. is die minister nu genoodzaak om die mannen te bevorderen. Nog voordat die opleiding komt, want hij heeft twee jaar lang gewacht. En daarmee, daarmee breng je die mannen zijn rechtspositie in gevaar. Ja, ja. Snap je? Ja. Dus mannen krijgen knopen en sterren, maar die opleiding is nog niet gekomen. Dus eigenlijk ik kiezen diploma, allemaal, allemaal nou, nog maar dat Allemaal kiezen diploma, allemaal beginnen kiezen rang, ze horen uh, een yeah, ja. diploma, na het afronden van je diploma. Maar hij is nog niet zo zover, want hij is heeft hij nu weer een andere rang gehad, een opleiding ook kwijt. Maar, de, Evo, dus wanneer er een opleiding wordt gegeven, is het gewoon door ag andere agenten wordt het, wordt het gedoseerd? Nee, er zijn, er zijn verschillende docentenkorpsen dus zeg maar... De elementaire politieopleiding wordt uh, overwegend aan het begin vooral de introductie gedaan door politieagenten. Mm -hmm. uh, dan heb je dat elementaire gedeelte, dat andere gedeelte, dat schriftelijk gedeelte, fysiek gedeelte en zo. Daar heb je soms politiemensen, maar uh, daar heb je ook andere soorten mensen. Dus bijvoorbeeld een Nederlands docent. Oh, gewoon docent. Uh, oh. Een Engels docent, een strafrecht docent. Dan kan het zijn dat het politiemensen zijn, mm -hmm. maar dan is het iemand, met een, iemand die, uh, zeg maar. Gerechtig is om die, om, om, om die lessen te verzorgen. Dus, dus maar, dan, ik bedoel, ze kunnen toch intern dan kijken: van eh, brada, je les? Dave. Ik bedoel, ik bedoel, als leek probeer ik ernaar te kijken: ziet, die zo, ziet er die zo moeilijk uit dan? De bestaat er al jaren. Ja. Er is een reserve ook nog. <laughs> wat, is, wat, wat, wat is zo moeilijk om te zeggen: oké, okay, vandaag starten we? Ik zat toen. Dus het is, als, geen, moni, is geen money question. Wat die mannen kregen al betaald uiteindelijk. Ja, dat is 9 van de 10 mannen. Is, is zeg maar, uh, nee, laat me zeggen 9 van de 10. Een deel van het korps is politie. Ja. Het andere deel zijn burgers. Die werken al ergens. Jij yes, zijn ambtenaren toch? Zitten alleen, dat denk, die minister moet alleen een beschikking tekenen. Maar die handtekening van hem is zo moeilijk toch. Ah, serieus. Dat het <laughs> voor de duur van een jaar of zo die opleiding gaat geschieden. Voor de rest. Weet ik niet waar het aan moet liggen hoor. Maar was het deze man voorheen in het korps? Ja, ja. Hij was in het korps? Ja. Het is jammer. Dus wacht even, dus die man was als scoto? Of de minister, laat me het netjes zeggen. Ja, ja. De minister was scoto? Ja. Maar als hij als geen ander weet wat de problemen zijn toch? Je zou dat verwachten. Hadden jullie andere verwachtingen van hem toen hij aantrad? In het begin wel ja. Toch wel? Ja maar gaandeweg dat je merkt dat hij... Nou zomaar. En uh, denk je dat er nog een verandering gaat komen in zijn beleid? Of dat het, hoe, hoe zit het Wat is de situatie nu? Want ik hoor ook van een reshuffling, maar je een reshuffling van een persoon noemen. Dat. Dus ik, ik, ik weet ook <laughs> niet wat ik van politiek Suriname moet verwachten. <laughs> Precies. Maar belangrijk is, is dat als je het toen niet heeft gedaan, yeah. dat het nu ook niet gaat komen. Als je om de simpelste dingen op toestemming moet wachten van de president, of weet ik veel, terwijl het jouw vakgebied is en jouw ministerie, mm -hmm. een simpele handtekening plaatsen onder een beschikking als mensen bevorderd moeten worden. Een moederbeschikking. Mm -hmm. De rest moet door die korpschef worden afgetekend. Die één, maar één handtekening te zetten onder de... Je moet niet denken dat hij hey, zijn handtekening gaat zetten onder 300, onder 300 beschikkingen. Hij tekent één moederbeschikking en die korpschef moet het verder afwikkelen. Die korpschef moet 300 keer... Of die, of die yeah. directeur operationele diensten of wie, wie dan ook. Dus één moederbeschikking. Yeah. Natuurlijk moet het gecorrigeerd worden. Yeah, yeah. Belangrijk is dat elke beschikking een clausule heeft... Aan het eind staat er bij onjuist gebleken vaststelling: wordt die bevordering teruggedraaid. <tomt> en alle andere zaken die betrekking hebben op dat ding. Dus hij is gekofferd eigenlijk daarvoor toe. En hij is ook nog jurist. <laughs> en dat is, je, het is soms een beetje lastig om dingen te zeggen. Maar ik blijf het zeggen: dat niet iedereen die een meester in de rechten titel heeft, het rechtmeester is. <laughs> hij, is hij is ook jurist? <laughs> ja, meester in de rechten. <laughs> Maar dan weet je toch als je ander hoe belangrijk het is, wanneer je een handtekening hebt geplaatst onder een, onder een stuk. Zo, verwachten toch. Maar denk je dat er, want ik weet in het verleden heb je me verteld, of de vorige keer heb je me verteld, dat er vanwege jou. Sinds constructie ook anderhalf jaar thuis heb gezeten. Mm. Denk je dat ik dan een beetje boos op jullie is... dat jullie op straat zijn gegaan de vorige keer... en dat daarom eigenlijk bepaalde dingen niet gebeuren? Nou, we zijn een aantal keer op straat... Dat zo, we hebben een aantal keer, <totstuk> aantal keer dingen gedaan. Maar hij is natuurlijk misschien een beetje boos. Ik zag hem een keertje informeel naar mij tegen mij, dacht... ja, ik doe mijn best, maar we keren <laughs> niet. Maar terwijl we niet, hoe kan ik voor zo'n keren... moet ik je wel nekken ook. Mee, ook, mee, ook <totstuk> maar ik dacht, dus wacht even. Dus ik moet, ook, moet je ook een pluimpje geven... van iets dat je hebt gedaan als minister... Kijk, vind ik kan één ding niet begrepen van Suriname. Hè. Ik, ik kan het nog steeds niet bevatten. Uh -huh. Je bent minister van OEI. Uh -huh. Dan ga je een kleine loopbrug, dan ga je daar zo staan met camera, voeg ik op een toiletje. Toilet ook. Of toilet. <laughs> maar je, je, hoort het gewoon te, je hoort het gewoon te doen. Hè. Dus ik bedoel, het is niet eens dat, het een, dat je een pleupje... Dat is waarom je daar zit. Precies. Precies. Dan heb ik ze hebben Maar beveiliging, alles. Als we politici mm. moeten feliciteren, <laughs> of, of, of uh, uh, een moet moeten geven voor het feit dat ze hun werk doen, waarom krijg, waarom krijg ik geen felicitaties? <laughs> <laughs> Vind je het niet gek? Zeg het een zo'n felicitatie te mogen yeah. over. Ja. Yeah. Of, of zie ik het verkeerd? Nee, no, nee, no, nee. No, no. Maar hé, ja, laat de politiek laten. Want dat uh, laat geen al een bittere smaak in mijn mond. Je hebt net een rover aangehaald. Vorige keer toen je naar de studio kwam. Die man bij van man. Daarom was je laat gekomen, toch? Bij die roof. A boycott de Er zijn er zoveel roven dat je meer kan herinneren. Ah, ja, dus die, je met die tas. Naar toe, ga Geleerde jaren, broertje. Nee, maar we zitten allemaal in een toch? In Uitschot. In via zijn rug. Toen is, heeft hij ook nog een steek gehad. Om goud. Oh ja, 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 ja. inderdaad, in dat in 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 is William Campbell's rat. Juist. Ah, ja, ja, ja. Maar nu was er ook een filmpje gemaakt uh, van die arrestatie, van die aanhouding van die heren. Maar ik zag die heren van RBT zonder masker, is dat niet gevaarlijk voor. Uh... Wat voor masker? Ze hadden geen masker op. Wat voor type masker? Ze hadden geen. Ja, maar wat, wat bedoel je nou precies? Moet je geen, geen ski masker op hebben of zoiets wanneer je gaat uh, als arrestatieteam? Voor je eigen we veiligheid? Hadden, we hadden destijds hadden we ski mask. Maar ik kan me herinneren dat ten tijde van minister Getrouw, die samenleving, vond van ja, hoe weten we of ze echt politie zijn en 4 en 5 en toen hebben ze het verboden. Of tenminste, voor dat moment hebben ze het verboden. Ze uh, hebben gezegd ze gaan het wet- en koppelen. Er zouden de orders komen en dergelijke. Het is tot de dag van vandaag niet gekomen. Op zich zou je kunnen zeggen. Hmm. Ja, maar nu velt niet alles. Ja, kan, is is het maar, toch gevaarlijk voor je in privé? Ja, dus in, in, in zekere op... zin wel. Misschien een beetje lastig dat je identiteit op die manier uh, uh, duidelijk zichtbaar is. Maar op zich hebben we er niet zoveel last van nog, moet ik zeggen. Ja, want is naam is wel aan het verharden. Ja, sowieso, sowieso. Maar ik denk niet dat uh, anybody gewoon een dagje zou opstaan om te zeggen van, is afstand? Akeel in een film? Dat <laughs> kan verkeer, oh. Nee, maar misschien. kan ik bedoel? Het kan te maken hebben met een leitor maar je Bijvoorbeeld RBT, yeah. Kong. Maar dan denk ik, hé, de film. Of deze mannen zitten erin. op wat druk ik dat is afhankelijk. Ik denk, ik denk. En misschien kan je dan ook makkelijker toenadering zoeken naar die mannen om ze te corrumperen. Snap je wat ik bedoel? Dat kan that, ook. Dat kan. Dat is zo'n so optie. Maar um, we hebben voor... Ja, yeah, ik, heb, ik heb zelfs ook met de ski gewerkt. Um, bij, bij highly sensitive mm -hmm. cases en dergelijke.

No man tak next. <coughs> Dave you know, bribi. Saka me saka na boma. Uh. Misaka Mi saka wagi. Net mi pota tui de futu. Bad for love wama bar Muto e ta sele new hafi. Be koma shota yo ma ba. Das asal gibi lafu. Asal gibi lafu. Yeah. Mm. Boy. Je weet af dit en af maandag. Nou, voor toch. Maar Poerang was een Guyanese guy, toch? Of, of, of was het een Hindustaanse? Ja, Hindustaanse jongens. Ja, afkomst. Maar waarschijnlijk een van de ouders Guyanese afkomst. Ja, maar je moet ook op een GT-opleiding, ja, Maar bij Grovo. Stel, jullie hebben hem ook aan die kant aangehouden, toch? In kerry of niet? Ker of, niet? Oh, of een deel. Een deel zit in Ubek, of zo. De man in toch? Ja, ja toch? Dus daar. En over films gesproken. Waarom heb ik het gevoel dat... Nu, wanneer er een crime is gebeurd, dat er komen zo snel beelden naar buiten. Maar dan denk ik: van, hé, hey, dat kwam like, gewoon kotus en alle die beelden, die jongen. Ik vind dat er. No, dus kijk, hoe zit dat precies? En mag het überhaupt wel? Want yeah, no. je fokt die die, dat onderzoek. Het hangt er vanaf voor. Ik weet niet of je. Of je kunt zeggen, mag het? Ik bedoel, het is toch jouw eigendom. Als je, als ja, nee, als je maar mijn familie hebt... sowieso, is nu je er niet eens eten dan mij op een Facebook. Ey, nou, aboef, me dan maar je dat? Oh, dat bedoel je? Ja, dus Er zijn uh, nou, zo snel beelden aan naar buiten. Ik weet niet hoe het daar allemaal zit hoor, maar ik weet dat, we, dat er instructies zijn voor politieagenten dat ze dus geen camerabeelden en fotomateriaal en dergelijke, <coughs> uh, uh, zeg maar, zomaar mogen verspreiden. Um, ik heb bijvoorbeeld de laatste keer heb ik. Um, dat wel gedaan, omdat ik dus op dat moment op was kwam, het was onbekend wie mannen waren, want we zaten al een paar weken erop. En na daarvan hebben we wel die jongens in de kracht kunnen vatten. Dat was die reeks aanberevingen bij Shops. Oh, give het wel Ik ken niet waarin die is daar. Ik moet nog eens de man. De man nieuw. <laughs> <laughs> no, ben nieuw. No, ben nieuw. <coughs> nee, maar ik bedoel meer, meer mensen die zijn vermoord of zo. Ik heb het verkeerd gezegd. Oh, nee, niet-criminelen. Niet, niet, ik heb het over soms hier een slachtoffer. Dat is, ik uh, heb nog eentje nee, gehad van die maar Chinees kijk, en Adina nee, doet geschoten. Is dat een probleem? Mm. De politie is niet overal elke keer. En je moet je voorstellen, nou was maar een bel school En een bel. If man bel for zijn man bel scooter, bel, Tintra, man, ik dat ook der, niet gedaan. We Snap je, dat heeft man dat gelegenheid om video's te maken van dichtbij, noem maar op. Want kijk, um, Helix en ik kwamen een keertje van, uh, ik dacht Broek op of zo. En we hebben die, we troffen die aanrijding van die motorfietser uh, dichtbij Panzagroep aan. Highway. Aha. Waar die hele fiets uit elkaar is gesprongen. Voor wij daar aankwamen, waren er mensen daar... Waar al die beelden al gepanjad? <laughs> We hebben naar die arm van het slachtoffer gezocht bijna anderhalf uur. Soma, dit Serieus? Ja, man. Maar hoe, 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 hoe ver was, was die arm Ja, dus, sorry hoor, maar hoe ver was die arm gevlogen dan? Dus die zeggen, op een afstand van ongeveer. stroompaal. Nou, man, was stroompaal schwaduw. Een ravage bij de IT-stroompaal. Wat? 8 stroompaal, Ja, ja, ja. Die massa zijn arm hebben misschien op 600 meter gevonden. Niet waar zijn lichaam was. 600 meter aan de kant. Dat is voor het eerst Michi naki. Echt waar. Een heel motorfiets bij 600, Dus een halve kilometer verder ja. hebben we ja. ze arm gevonden? Broeder. <coughs> even kijken. Ik kan je nu brengen. Dat we maken deze stap. Dat we bereiken. Paar maanden -be dicht ja. bij een paal. Uh -huh. We maken deze stap. En we zijn ongeveer per pe Anuko Feni. Zo tof aan Ja, man. Jawel. Hoe ga je daarmee? Niet goed had gezien. Ja, ja, ja. Dus je teri, toch? Ja, ik heb Hoe ga je. Zijn het dan dingen die je dan wanneer je thuis bent dat je nog moeite hebt om te eten? Of, weet je, oh, het drijft je en zo. Ik heb wel een keertje vooral voor een trainers gesprongen. En als, dan ben je op maar aan het toe, Nou, dan vergeet ik voor je ja, Ik heb nu al ongeveer 16 jaar ervaring. In het begin gaat het een beetje moeilijk, snap je? Ik um, kan me herinneren, Livorno. Het was een nachtdienst. Mm. Overgang, morgendienst. En ik denk half zes, zes uur met mijn bel. Highway, kleine highway of highway, kleine highway. Highway. Was er een slag voor daar. En toen wij daar aankwamen, dachten we dat we niet goed hadden gezien of waarschijnlijk slaap hadden. Mm -hmm. Mama, in de een flash flush. Echt waar. Ik had nooit geweten dat iemands lichaam zo veel bloed had. Serieus hoor? Ja, man. <coughs> het, het, was, het was absoluut geen mooie scène. Ah, ja. Word je daarop voorbereid wanneer je in de opleiding bent? In um, zekere zeker zin wel. Mm -hmm. uh, je gaat naar, um, uh, hoe noem je dat ding? Obducties. Uh, mm -hmm. uh, en, en bij abducties heb je verschillende soorten lijken die daar binnen worden oké. Okay, okay. Dus je gaat op een aantal momenten ga je naar abducties. Je, je, je krijgt abducties van baby's, vrouwen, mannen, kinderen. Baby's? Ja, ongeacht de doelsoorzaak. Zodra je abductie is gelast... En je bent in de opleiding, <coughs> dan ga je er naartoe. Dus dat, daar krijg je alvast die eerste ervaring, om het maar zo uit te drukken. Maar in real life, mm -hmm. dat nou, dat nou orsje Want Amati uh, van boven, ik heb genoeg jongens ook in de heren die ik ken, in de brandweer. Amati de Dave, ik denk dat, men denkt altijd dat bij schietpartijen zo die leken iets, hè. maar Amati Naki, bij aanredingen. Oh, ja, ja, ja. Dat zijn verschrikkingen. Het is, het is, ze hebben er wel last van. Soms hebben ze gezegd, wanneer ze die mensen eruit moeten knippen en, en zo. Ja, ja. Of snijden. Uiteraard zijn die mannen ook eerste optreders daar toch. Ik bedoel, 9 van de 10 gevallen, waar hij vinden de plaats, de politie gaat niet. Kijken of, of we die man uit die auto kunnen halen. Ze gaan de brandweer inschakelen en dan is de brandweer degene die daarmee geconfronteerd wordt. Is het geen idee om die beelden misschien... Ik weet dat in Amerika was dat vroeger, in een bepaalde klas. Een uh, bepaalde ik uh, zeg zo maar, derde miljoen, vierde miljoen. Maar in Matagabo, Dan gaan jullie weten, wat drunk driving doet... Snap je, die slachtoffers en alles. Dan wijzen ze die beelden aan, nee. aan, aan bepaalde klassen. Een, maar. maar misschien daardoor dat het verkeer hier ligt, op Baghdad. hoe kan het dat, dat het verkeer nog steeds niet eigenlijk gecontroleerd kan worden? Ja? Gereguleerd dus, kan worden? Het is nog steeds hebben, één de puinhoop. Nee, dus kijk, het probleem van het verkeer is groter dan we zelfs denken. Mentaliteit? Uh, mentaliteit is sowieso één ding. Maar het is een ander ding dat speelt. Uh -huh. Onze wegennet is op zich gewoon een tijdbom. Oké, okay, game theory. Kijk. <clears throat> als we bijvoorbeeld Europa pakken, Nederland. Ik doe op voorbeeld. Er gebeuren grote ongelukken in Nederland. Maar niet ongelukken van. zoals wij ze hier in Suriname kennen. Ja, wij zijn de top 10 van de wereld of zo okay. dus. Waarom? In Nederland mm -hmm. hebben ze gescheiden rijbanen: mm -hmm. langzaam verkeer en snel verkeer. Ontmoeten elkaar weinig tot niet. Hier moet je in het verkeer rekening houden met Wandagu, vrachtverkeer, vraagverkeer, voetganger, bronfiets. Nanga de lauw in de bronfiets, man. Ja, maar hier wordt niet eens een voetpad voor die mensen gemaakt. Nee, en, en precies daar schuilt het gevaar. We hebben geen rekening gehouden met de inrichting van onze wegen. we hebben geen rekening gehouden met een stukje ruimtelijke ordening wanneer we projecten uitgeven en noem maar op. En dan komt er bovenop kijken dat we verouderde wet en regelgeving hebben. Die zegt dat een politieagent een strafbaar feit in het verkeer moet hebben geconstateerd. voordat er kan worden opgetreden. Dus hij scoot toen op Wanneer ik heet, dat was heel voetpad. Voor Indira Gandhi weg. Dus als we. het zeggen... Job, heterdaad, echt aan, ja, aan, ja. Aan, aan Snap je? Terwijl wij ook hebben geschreven hebben gezegd: van wie je, de wiegen. Die ga je, niet, ga je heel moeilijk kunnen herinrichten. Klopt. Wat moet je doen, is je wet en regelgeving gaan aanpassen. En ervoor zorgen dat je daar elektronische beveiliging op zet, trajectcontrole, camera's, noem maar op. En regel het zodanig in je wetgeving dat je die handhaving ook automatisch laat geschieden. Even camera flash, Oi. is die auto van Dave, dan krijgt Dave een bestuurlijke boete. Een verkeersboete in zijn brievenbus. Dus bij wet nu kan je die boete nee, niet uitschrijven? Nee, in moet dan maar voorzitten. <laughs> <laughs> maar wat is die kieke die ze hebben gezet aan de ring weg en aan de dokter Sofia Twee camera's heb ik gezien of Wat is that? Show? dat, show? No, Het was een project onder Chilip dacht ik. No, Chan? Ja, Chilip was toen Oh Oké, oké, oké. Want Chan was toen uh, minister van politie. Dan ja, is zit dan bijna 15 jaar. Nooit aan camera noem ik nog een foto. Van wat? Binnen zijn van mijn Rocko niet Ja, maar dus waarom <laughs> ja, ja, is het geplaatst? schrik Scherkeffect. Binnen 2D heersen er een asaptact. Dus kijk, moet je wel dat ding eens. Zo lees je. En dan weet je, en dan. Oh ja, en dan, en, dan, en dan zou je weer mensen hebben die zouden applaudisseren. Dea pal bij de kompas. En zeggen: Ede, wat doe je, sorry. <laughs> maar dus, die, die wetgeving moet aangepast worden. Oh. En daar moeten een aantal dingen bij komen. Snap je? Zijn er bepaalde echt wetten die een bottleneck zijn om jullie werk goed te kunnen doen? Die je nu zo gewoon kan opnemen van ey, dit moet worden aangepakt, dit moet worden aangepakt. En waarom worden ze dan niet aangepakt eigenlijk? Oké, okay, verstand is sowieso niet zo hoog, dus ik denk dat ik weet waarom het niet wordt aangepakt. Maar welke simpele dingen dat wij ons niet kunnen voorstellen eigenlijk zijn nog steeds niet de norm. Want we leven nog steeds volgens wetten van 1830, als ik me niet vergis. <coughs> Behalve dat het verkeerstukje. Sanne niet Dave Leijeren, je hebt overrompeld, maar... Ik <laughs> kom, <laughs> er zijn zoveel dingen. Een um, simpel ding, dat hmm. nog steeds niet kan worden aangepakt. Ik heb destijds, um, als operationele commandant bij RBT, heb ik, dacht ik, vier keer of vijf keer, één brief gestuurd, we noemen het rappelleren. Mm -hmm. Dus één brief. En vier tot vijf keer heb ik um, gevraagd, toen aan het openbaar ministerie, om te kijken naar die situatie. Om die wetgeving aan te passen. Dat het verboden moet zijn. En desnoods met een zware boete. Hmm? Om te rijden zonder voor en achterkentekenplaat. Oké. Okay. Uh, om te rijden met een bracket. Want je zou door mij een bracket gaan. Dan veranderen ze die hellingshoek van die bracket. Soms kan je het omhoog trekken. Soms omlaag. Dat is ook een model, -model Bij die plaat? Bij die plaat. Ja ja ja, 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 ja. Wat je krijgt is dat je daarmee... Uh, als je camera's hebt of camera installaties. Dat je daarmee heel moeilijk het kentekennummer kan... Kaaflees. Ah. Gevraagd dat ze dat gaan aanpakken. Um, gevraagd om aan te pakken die wetgeving met betrekking tot het doorverkopen van voertuigen. Uh, nu is het zo dat we al jaren weten dat auto's worden doorverkocht met een open verklaring. Ja. Levens in een Ja, soms sommige auto's dus zijn nogal mee, maar nee. ik heb die al tien jaar niet meer. Er is in principe een boete op. Klopt. Maar die boete is zo laag. Dat niemand zich druk maakt erop. Klopt. Ja, toch? Uh, in principe moet jij, wanneer je auto aan mij verkoopt, mm. moet jij die, dat nummer bewijzen bij je houden, Het inleveren. En dan moet ik een nieuwe gaan halen bij de politie. Ja, want je kan gewoon een blaadje geven met een plakzegel. Ja. Die ik ben aan het En je dan vult niet in. Nee, nee, nee. Dus, nee, je geeft goed, dus jij vult in, maar je hoeft mijn naam niet in te vullen. Je teken gewoon naar mijn diff, gewoon naar mijn realiteit. Toch? Um, en dat is al jaren ja. het geval. En die verkeersboete zijn eigenlijk ook een grap in Suriname. Die verkeersboete zijn ook allemaal, allemaal bijna een kiekje. Weet, weet je, in Zwitserland, hè, even een sideline, wordt het gekoppeld aan je inkomsten. Dus sommige mensen hebben gewoon voor een boete waarbij jij bijvoorbeeld een, een barkidala zou betalen, hebben andere mensen drie ton betaald. Wow. Want het is de bedoeling dat een boete, je moet het voelen. In Viering, in Yusaka. Maar omdat ze dus, omdat op, ze dus daar een, een goede burgeradministratie hebben. Yes. En, dus een, een multimiljonair kan gewoon een boete van een miljoen dollar krijgen... omdat hij als een idiot heeft gereden. Of reden onder invloed. Iets heel kleins. Maar die fout maakt hij dus nooit meer. Het wordt gekoppeld aan zijn, aan zijn inkomsten. Hmm. Dus een idee voor jullie. Maar nog niet. Tim did ja, <laughs> <doing>? het ook. Hoe is dat Maar, dus, maar dus, zo zijn er zijn dus een aantal <coughs> dingen die sowieso aangepakt moeten worden. Um, ja zodat Kan ik uh, niet echt voorbeelden meer aanhalen? Maar... Oh ja, hadden ook gezegd van. Um, vooral met bekijken tegen die achtergrond van berovingen en, 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 en ontvoeringen en dergelijke. Nou betekent dat betekent dat je eenmaal die de mensen je naar een open verklaring. Ja. Laten we die. Laten we dan, in plaats van het kentekenplaat te koppelen aan die auto, mm -hmm. koppelen aan een persoon. Dus ja ja dat is dat hebben Nederland volgens mij ja Amerika ook sommige Die plaat gaat met je mee toch? Dat gaat met je mee. Dat is een heel goed systeem. Dus maar dat dat voorstel hebben we ook gedaan. Oh wachten nog steeds. en als het twee jaar niet is gelukt, denk je dat het niet gaat lukken? Maar word je in moedeloos om steeds brieven te schrijven? Krijg je antwoord op die brieven? Volop op het afschrijventen. Willen ze je nou? Ja, stapel hier. stapel hier toe. En dan reactie nog weten dus ja Maar het is bijna Surinamers eigenlijk geworden om maar dan word je dus gewoon demotiveerd de om je werk naar behoort te doen. Nou. Dus dat, dat stukje dan, dat stukje van het nee, we werk. Nou, niet echt. Soms moet je, soms je want keep in mek, de man te kieptje in bloot toch. Voordat je weer begint te wezen. Ik kieptje in bloot, maar als je al niks doet, dan waarvoor wil je bloot nemen? Hoezo? Niet jij, maar die mensen doen al niks. Dat willen ze bloot nemen? Ja, niet maar ze dan. hebben wel, ze krijgen wel oefenpijn geluk, man. Ja. Lang, no? Ze zijn al zo lang zeeën gezien, dan denk <laughs> ik, ah, ik kan niet, joh. Ik kan niet, joh. Sorry. Ah, nee. Um, er wordt vaak, we er wordt vaak um, getracht jullie negatief te, te zetten in, in, de, in de media, naar mijn gevoel. Maar wat ik van inside heb gehoord, is jullie, toen jullie bij RBTI zaten, hoeveel, hoeveel RSA's zijn jullie? Negen keer in een jaar of zoiets? Ja, ja, dus um, wat, er... wat waren jullie cijfers vergeleken met die van nu? In vergelijking met, met daarvoor, ik dacht dat. Oh, uh, dat moet echt goed hoor, dus de exacte cijfers kan ik je niet geven, maar ik weet dat. Uh, mijn voorgangers als hoofd van RBT hadden ongeveer 200 tot 300 aanhoudingen hadden per jaar. Mm -hmm. En ik dacht dat ik zat op 700 naar 900 per jaar. Maar toen zijn het al graag twee aanhoudingen op zijn mens? Uh, de klantenberichten gingen niet om, dat is allemaal. Er waren vijf, zes aanhoudingen per dag. Door, 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 door het team van jullie alleen al? Mm. Is er wel plaats dan in de gevangenis voor zoveel mensen? Dus ik weet niet wat ze deden. Wat <laughs> ze, maar op een gegeven moment hadden we een, een tekort aan een gevangenis. <laughs> en zo. Maar ja, kijk. Dus, we hebben dus, dus zoveel dus meer efficiëntie erin gezet. Ja, dus kijk, weet je. Um, wat deden jullie anders eigenlijk? Dus kijk, weet je wat het probleem was, Dave? Uh, zonder om mijn voorgangers tekort te doen. Mm -hmm. Wat ik heb gedaan is anders dan wat gebruikelijk was destijds. <clears throat> Toch? Um, ik heb gemerkt, in de afgelopen jaren heb ik gemerkt dat mensen in een leidinggevende positie willen micromanagen. Ja. Yeah. En ik heb gezegd: dat ga ik niet doen. Je moet mensen verantwoordelijkheden geven, uh, ze aan een tijdslimiet koppelen, zo'n so, tijdspanne geven van mm. nee, binnen zo'n tijd je dat hebben we gedaan. Maar je moet ook realistisch zijn. Ja. Yeah. Snap je toch? Je moet je doelen smart formuleren. En zeggen van... Hé, weet je? Deze man... Is... Zeg maar wat. Op onze interne opsporing lees... Is hij nummer één. Je hebt een week om hem binnen te brengen. Dan ben ik krasie helemaal. Ja, man. Op een gegeven moment... Had ik... Had ik... Heb ik zelf de stouders kunnen aangetrokken. met de consigneer. de gewoon... Ja, ik heb gehoord je je wel wakker Nee, Dan de man gewoon naar Allemaal... En als hij klaar naar huis is, even nog vind Dave. No, maar ik wou zo. Oh, op die fiets. Dus dat was ja, extra gemotiveerd natuurlijk. Wordt niet gemotiveerd. <laughs> <Ja>, Wordt <also laughs> <toch. laughs> dat nog steeds voorgezet? Ik heb geen idee. Dat was mijn, dat was mijn stijl. Dat ah. was mijn stijl. Um, een beetje, hoe zal ik het noemen? Een beetje leiderschapsstil, ambidexter leiderschap met mm -hmm. een beetje, uh, ja, toch een beetje modern. Yeah. Dat ding een beetje modern bijbrengen. Ga met die mannen in het veld. En laat ze zien dat je ook kan doen wat zij doen. Ja, ze moeten, als, wanneer ze de leiding respecteren, dan uh, ja. geven ze ook meer hart, denk ik. Een ah, uh, Over, beetje transactioneel leiderschap erbij, is dat weer? Ja, nou, dus, ja dus, er, zijn, er zijn een aantal dingen waar die je kan doen. Uh, maar ik merk dat voor, met name binnen die overheid mm -hmm. uh, leidinggevenden alles angstvallig naar zich toe trekken en willen vasthouden. Ze willen niet. Ze willen niet loslaten. Okay. En zegt van: Ewitsje, hey, jij bent logistiek man, Jij bent opsporing. Jutrana in papieren. Dus alle papieren zijn in nakeego naar dief. Amatina logistiek, ja, Amat musorgugi, allassani. Dan geven ze die tools en dan kijk je hoe ze dat doen. Dat ze het allemaal. Onder mijn leiding hebben ze het perfect gedaan. Er is pas een, wat je hebt net over gelezen, toch? Amada nummer 1. Er is pas weer zo'n lees naar buiten. gekomen. Ja, dat is een externe lees. Dat is <laughs> ook een interne lees. Zo. Maar waarom mogen wij die interne lijsten in niet? Deze... Oh, is interne, <laughs> zijn... <laughs> Maar wat is het verschil? Nou, van... Het verschil is wanneer, de, wanneer het openbaar Ministerie die toestemming heeft verleend. Extern mag komen, dan komt hij naar buiten. Oh, oké, okay, oké. Okay. Dat mensen niet mogen weten als ze die lezen. Nee, ah, nee, nee. Het gaat er niet om dat mensen niet mogen weten. Soms zit uh, je in een bepaalde fase van het onderzoek waarbij het nog niet helemaal helder is dat na Dave. Uh. En als je het nu maar naar buiten. Ik ben Dave, Ik je een voorbeeld. Nee, maar, dus maar gebit, als het nog niet helemaal duidelijk is dat ik Dave buis, yeah, yeah, yeah. dan. Ja, you Dan. Inno, know, man. Poesaar bericht komt dat je Dave nog meer schade berokken dan wat uh, anders, snap je? Ja, ja, ja. Intern, bleef intern. Extern, dan krijg je ze op die website. Maar ik zie dat er een aantal vrouwen op die lezen. Sorry? Voorzien ook nog vrouw Vrouwen op leest. lijst? Normaal vrouwen ben je altijd, Jerry. Er worden altijd vrouwen op die lijst. Zou je zeggen dat vrouwen worden onderschat qua hoe gevaarlijk ze zijn? <laughs> ik denk het hoor. Want ik weet dat vrouw, ze heeft een knikker. Ja toch? Jawel. Ze is een echte ja, ja. Wat is er dan allemaal op onderschat, vrouwen? Nee, nee, nee. Bepaalde vrouwen, maar eerlijk, in mijn carrière heb ik niet een top ranking vrouw. Jij hebt een gammale bal. Dat is wel een kantje op tijd. Nee, dat heb ik maar een keer gezien. Dat heb Ja hè, een vrouw is iets sneller hè? We nou, hebben vrouwen gehad, in de afgelopen tijd hebben we ook vrouwen gehad die, die roevers waren of deel uitmaakten van een bende. Mm. Ja, acte battle toe. Ja, en pas, pas aan het eind, je ziet nou een vrouw te nou, ja. mm. is vandoor je ziet in een vrouw, Serieus? O, vrouwen zijn ook gekanteld door de politie? Mm. Ik denk dat ze, ik denk dat ze gekanteld. Het is Ik wil niet Allee. zo zo weten, van die hoor <laughs> boy. Ik las vanmorgen weer in de krant, dat. Want ik, vind, wat, ik had je net gezegd: ik vind dat de, de kruim aan het verharden is in Suriname. Hmm. Ze hebben gisteren weer een papje geontvoerd uh, bij het vliegveld. Uh, Doekje weg. Oost. Oh, Met goud, Oh. 700 gram. Ze hebben hem ontvoerd? Ontvoerd. En dus in de auto hebben ze hem gezet, meegenomen en verder hebben ze hem wel gedropt natuurlijk dat nou, zijn dingetjes die je vroeger niet echt... Uh, ik, waarom zie je met die goud hoor je eigenlijk? Elke ja. keer is het go to go to go to go Kunnen Kun je niet ja, wat zeker. meer... Controle daar? Ik weet het niet hoor, maar... Nou dus ik denk... Ik denk dat... Uh, ik denk dat het gewoon een... Als je mij vraagt is het een inside job. Sowieso, want, want iemand maar, moet weten dat iemand die plane komt. Als of? hij uit de vliegtuig stapt met goud... Dat dan dat je iemand moet hebben gebeld van... Hé, aan mijn Tamara of iets dergelijks. Sowieso is het een inside job. En ja, in de goudvelden is het... Dat ons achterland is zo uitgestrekt, mm -hmm. ja, met, met het weinige dat we hebben nu aan politiepersoneel. Even in de school toe gaan in en inzaadaap, aan de in naar Paramaribo, klaar, ja. klaar, ja. klaar ja. Ik zie ook de misschien, misschien, misschien is het echt een taak voor het nationaal leger om daar je, Dus dat, dat wil posten. ik bijna vragen, want jullie hebben een veel betere band nu met het leger, heb ik begrepen als vroeger. Ja, maar dus op zich op zich, ja, sowieso. Maar, ik bedoel, maar op zich denk ik dat het beter zou zijn, omdat het leger een betere logistiek heeft. Ja, maar die mannen uh, hebben ook niet zoveel te doen op dit moment, voor mijn gevoel. Ze Every samen kampoeden, maar je wil altijd onderwannen geen ja, Sterke ik, jongens. Ik, ik, heb, ik heb totaal geen beeld van hoe hoe operatie lopen? of, of, of ik weet al dat ze een bezetting moeten hebben van tussen de vijf en de en, ja pop wat doen dus, ze maar gooien dus, naar toch I don't know hebben ze met geld die man worden al betaald brader nee toch maar kijk als je die man uit zijn normale habitat haalt uh. dan moet je zorgen voor zijn voeding toch zijn toch niet bevorderd dat bijna vijf jaar. Dus <laughs> nee, helemaal niet. Maar het be 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 belangrijkste is dat je die man dus haalt uit zijn yeah. normale habitat. Je moet allemaal uit een foto, je pot aan een trapje. Yeah. Dan moet je tenminste voorzieningen hebben. En je moet hebben dat is ook het. Als de president langs gaat met zijn dan is dat 10.000 dollar per dag bij wijze van spreken aan kosten. Yeah. Dus ik bedoel, je kan tenminste vier guards minder hebben daar. En het ook in het bos zetten. Willen ze <laughs> dat überhaupt? Hi, boy. Uh, iets anders dat ik je ook wil vragen is: die zwaai ligt Mm -hmm. Wat is het effect van het scooter s'avonds rijdt met zwaailichten, zonder... Dus moet het preventief voorstellen of zo? Voor mijn part is het gewoon... Je denkt maar, hij is Koutou, hij doe normaal, doe normaal. Dus ik denk dat ik hem examinister hier. Het was niet jouw plan? Nee, nee, dat was absoluut niet ons plan. Absoluut. Waarschijnlijk, uh, I don't know. Maar je probeert een beetje open mind te hebben wanneer mensen dingen opdrachten geven. Dus ik denk dat misschien was het plan van die man om aan te geven: van, je weet, toch preventief dat de politie daar is. Maar zelfs komt dat plan niet van ons. Oké, okay, oké, okay. no. want ik, ik kan het niet bevatten. Waarom? Want stel je voor, ik bezig ben bezig met de inbraak en een scooter gewoon langs. Ja, wacht je even langs, je, je weet precies hoe ver hij is. Ja, ja. En dan ga je rustig ja, verder. dat is het maar hebben. Zo so heb je dus dat uh, de politiek en de leiding soms. Uh, komen met baatregelen waar je in principe geen enkele input hebt om te zeggen van jongens, dit lijkt me niet handig, of zo. So. Maar je kan kijken, je kunt twee dingen doen in organisaties. Ik las laatst een, 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 een filosofie boek over organisaties. En die man maakt een goed punt en zegt you can participate or you can perform. Which one do you choose? En uiteindelijk heb je dat Mensen die performen mm -hmm. uh, en elke keer moeten aankijken tegen dit soort situaties, besluiten om weg te gaan. Ja. En die mensen die, die participeren, die doen gewoon hun werk. Ze participeren gewoon, ze komen van 7 tot 3. Dan maak ik ouwe rekken, dan maak ik uur klok, dan mijn klok uit. soms also, right? heb ik het gevoel dat jullie weg willen gaan, want ellers sta ik Ik ga niet voor altijd blijven in het korps, je bent nou, dus, agenten, kijk, dus... Kijk, 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 ik, 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 ik zie het zo, Dave. Uh, dat we weggaan, dat staat sowieso vast. Dat staat vast. Ja, maar dus. Wanneer we weggaan, dat is nog een persoonlijke keus. Mm -hmm. um, maar ik, ik blijf dit ervan zeggen. Ik ben vrij jong. Mm -hmm. Dit jaar word ik 40. Uh, ik denk ergens in juli, augustus, word ik commissaris van politie. Dat betekent dat ik in principe 20 jaar in die rang zou kunnen blijven. Mm -hmm. En ik zie mezelf niet 20 jaar blijven in een rang, in een organisatie. Ik wil een bijdrage leveren, ik wil performen. Mm -hmm. En ik wil die lat hoog leggen voor de persoon die, die me opvolgt. En dat is de reden waarom Hellings en Atopai dat ook hebben gezegd: van, ey, Ik ga niet blijven tot in lente vandaag. Ja, ja, ja. ja. Um, niet omdat je denkt dat je het beter weet, of omdat je arrogant bent, of omdat je een beetje geschoold bent. Maar als ik twintig jaar in die rang blijf, betekent dat die man die achter mij staat, die nog niet in die rang is, twintig jaar moet wachten. Hoe eerlijk is dat? Snap je? En omdat ik hem ook dat gun, blijf ik niet twintig jaar. Maar dus eigenlijk is het een van die overwetten waarover we het hebben gehad zo net. Ja, dus onder andere. Je kan niet 20 jaar in een rang blijven, je zit op een plateau. En dat is dus die challenge die je hebt. Ik maak de ook nog die grap om te zeggen: bepaalde man, dit is maar door 60. Als je lukt, dan kun je een idee, dat is maar gewoon geweest, dat is maar gewoon dat. Ja, ik heb gezegd, ik heb bijvoorbeeld uh, over een paar, paar weken, moet ik een, een, een deelstructuur gaan overnemen. Mm. <coughs> ik wil, dat is meestal. Wat moet je overnemen? Een deelstructuur. Oké. Okay. Als commissaris. Mm -hmm. uh, ik wil daar iets neerzetten dat voor de komende generaties moet zijn vastgelegd. En het werk moet gaan vergemakkelijken. Ik ga. Om strategische redenen niet zeggen wat het is. Dat ja, een actie, man. Maar we hebben het al zo lang gedaan op de traditionele manier en het lukt niet. Als ja, je steeds hetzelfde doet, ga je steeds hetzelfde resultaat hebben. Hetzelfde resultaat. Dus, maar dat mensen het niet snappen. Of willen ze het niet snappen? Ik denk dat ze het gewoon niet snappen. Dat, ja, dat zegt toch wel wat van, van het feit dat we zeggen dat we een lerende organisatie zijn. Wat hebben we geleerd? Dat de, dat de jeugd moet overnemen. Ja, dat de jongeren. Snap je. Dat, is, dat is wat ik eruit heb geleerd. Dus dat is het allemaal. Nou ja. Maar. Ik moet afronden, heb ik net gehoord. Dus uh, heb jij weer een boodschap naar de mensen toe? Maar ik denk dat mijn vorige boodschap nog recht over staat staat. De morale <laughs> van Facebook. Ja, is dat goed. Nou, recht voor, voor, het, voor het afsluiten. Denk je dat er ook wetten gaan komen qua social media op een gegeven moment? Het oh, gebruik daarvan? Of de effecten ik, ik, daarvan? Denk het, ik denk het wel. Maar dat gaat veel afhangen van de... Ik, ik zeg, van, van, van de manier waarop die samenleving op die dingen gaat reageren. Ja. En, ja. en als er wetten komen, dan komen ze. Komen ze niet. Maar als ze zouden komen en ze zouden mensen hun... Mens, mensen beperken. Mm -hmm. Denk ik dat we op social media hooguit tot het moment dat we nog iets zouden kunnen zeggen in Suriname. Iets zouden zeggen en daarna zouden we rustig zitten. <laughs> ah, yes, simpele yes. geesten. Ja, ja, ja. Serieus. Nou, dank je papa. En trouwens, props hoor, dat je 700 en 900, jongens. en 900 aanhoudingen hebt gedaan in een jaar. Ik vind het geweldig, eerlijk gezegd. Ik dacht, het, uh, misschien hoor je dan barkje of twee barkjes zo Dat Iemand maar zijn, allemaal, allemaal. Arresteer afvoerder Sowieso heel Wageningen. <laughs> Die jongens zijn. Hebben... niet zoveel mensen Wageningen Maar ik eerlijk gezegd, ik denk dat het goed is dat ik het misschien moet nuanceren. Want het is wel weliswaar onder <laughs> mijn ja, dus je maar dat team, team was echt goed gemotiveerd. De jongens waren gemotiveerd, ze waren echt gedreven. Ik had op een gegeven moment, ik dacht van 55 naar 47 naar 32 mannen. Maar wat ik met die 32 mannen heb bereikt, heb ik niet kunnen bereiken met 55 mannen. En wat is met dat met team gebeurd? Met mijn panna team Ja. Maar waarom ga je iets wijzigen dat al goed bezig is? Omdat ze vonden dat ik te veel mag had. Sano, waarom hebben we afgerond? jongen? Ja, <laughs> <Ja. laughs> Hoe lang heb ik nog een minuutje? Ik ben klaar hier you nog. Know? Eh, ah, misschien moet hij het editen. Het mag gewoon saai fysiek Dus ze vonden dat je te veel macht had. Ze vonden dat je te veel macht had. Ja, De politiek vond dat ik te veel macht had. O, de politiek is zich weer gaan moeien in jou. Ja, en hebben toegezegd dat jij uh, de hele helling te veel macht in die organisatie. Dus jullie performen. Ja. Jullie arresteren 700 tot 900 mensen een ja. jaar, maar als team. En dan zeggen ze, eh, hey, nou ja, dat maakt ze rokko. <laughs> Zo werken dus dat kunnen we ja. niet accepteren. We gaan het maar maanden. Toen hebben ze ons, ons van die posten weggehaald en ons ter beschikking gesteld. En zeven maanden, zijn ze we ter beschikking geweest. En toen hebben ze het opgeroepen om te ondersteunen, op belees, ondersteunen niveau. Maar dat heeft de politiek gedaan. We hadden te veel maken. we hadden, we ons werk te goed. Nou, duidelijke taal. Mensen, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Ik denk dat jullie hem weer gaan zien. Want deze tori wil ik wel weer zien. <laughs> tot ziens. Hai, ik hoop dat jullie hebben genoten van de podcast. En als het echt zo is geweest. Ga alsjeblieft online. Ga op YouTube. Share, like, subscribe die tori op Facebook. We zijn ook op Anchor FM, Spotify. We kunnen alle steun gebruiken zodat we lekker door kunnen gaan met het produceren van dit lastig programma. D, V, A baby. Let's talk.